In de defensiehoek, want het kabinet investeert structureel 2,4 miljard in de krijgsmacht. Meer dan ooit. Alleen, er zijn ook 4000 defensievacatures. Ja, dat is toch wel een beetje een lastige combinatie, meneer Boswijk. Zoveel geld, zo weinig mensen. Ik denk dat dat ook de grootste uitdaging voor de aankomende jaren gaat zijn. Was al een grote uitdaging. De spullen en het geld is geregeld. Tussen aanhalingstekens moet natuurlijk nog wel gebeuren. Maar ja, de mensen is echt een probleem. En niet alleen bij Defensie, maar eigenlijk in de hele veiligheidssector. Je ziet bij de politie ook. Mm-hmm. Ze vissen ook nog eens een keer in dezelfde vijver. Dus ik zie het kabinet ook wel op zoek naar nieuwe vormen. Het dienjaar, iets waar ze nu net mee zijn begonnen. De reservisten een grote rol. Ik ben erg enthousiast over wat het kabinet neerlegt. Alleen het stukje personeel, denk ik wel, vind ik het nog iets te vaag en te vrijblijvend. Dan lees ik ook al veel tekst. We gaan lang geleden. In het komend half uur eens even die defensienota opknippen en dat daar met jullie uitgebreid over hebben. Maar ik wil toch nog even Ronald Verkuijl. Aan jullie ligt het namelijk niet. Jullie hebben een hart voor de krijgsmacht. Omschrijf eens waar dat vandaan komt bij jou. Nou, bij mij zat dat al heel vroeg erin. Eigenlijk al een beetje door mijn vader. Die had, en dat is wel grappig om die koppeling te maken naar dat dienjaar. Mijn vader heeft natuurlijk toen nog de dienstplicht gehad. En die vertelde altijd vol emotie eigenlijk hoe mooi die dat toen heeft ervaren. En ja, dat gaat toch een beetje onder je huid zitten. Dat is er nu niet meer. Er vertellen geen mensen thuis meer aan hun kinderen. Ja, toen ik daar was of in Duitsland op oefening en fantastisch. En dat met de maten, dat is niet meer. En dat is natuurlijk wel essentieel om andere mensen ook te enthousiasmeren om dit te gaan doen. En ja, dat heb ik wel gehad. En daar kwam dat dus eigenlijk vandaan. Ja, want het is inderdaad ook zo. Hè, er wordt wel wat geïnvesteerd in opleidingen. Meneer Boswijk, hoe ging dat bij u? Want u heeft ook natuurlijk echt een defensiehart. Nu reservist. Ja, nou, ik had eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Ik wilde vroeger heel graag militair worden. Alleen, ja, ik ben of te vroeg of te laat geboren. Maar het moment dat ik defensie wilde binnenstromen, ja, was er gewoon een sollicitatiestop. Dus ik ben iets heel anders gaan doen. Maar het bleef in mij wel kriebelen. Ik heb een zwager die bij Luchtmobiel zit. En ik ben uiteindelijk halverwege ingestroomd als reservist. En ja, ik maar even voor de mensen prachtig. Thuis, reservist, even heel kort. Wat ben je dan wel, wat ben je niet? Je bent part-time militair. Dus je hebt er gewoon een normale baan als burger. En je kan ook part-time als militair aan de gang. En die rol wordt telkens groter. Vroeger werden reservisten toch wel een beetje gezien als hobbyisten. Mm-hmm. Maar dat is wel echt aan het veranderen. Ook als je gewoon kijkt naar de dreiging die we hebben. Ja, kunnen we gewoon niet meer om reservisten heen. Reservisten gaan ook mee op uitzending. Dus die rol wordt telkens groter en telkens crucialer. Alleen, er is nog wel een wereld te winnen. Nederland, 18 miljoen inwoners, hebben 7000 reservisten. Finland, 5,5 miljoen inwoners, 900.000 reservisten. En u haalde die...